Johannes, welkom in Five Essential Tracks. Ja, dankjewel. Je hebt hierover nagedacht, hoop ik. Of kan ik je elk moment van de dag wakker maken? Zeg het! Vijf belangrijkste liedjes ooit. Nou ja, op de dag dat dit mij gevraagd werd, want de redactie heeft natuurlijk al even gepost. Mm-hmm. Toen vond ik dit. Inmiddels denk je, hoe? Nee, maar het is echt een nare vraag. Want er zijn zoveel mooie liedjes, zoveel belangrijke liedjes voor mezelf. Maar ook gewoon belangrijk geweest voor de muziekgeschiedenis. En dan denk ik, je kan het best heel dicht bij jezelf blijven. En de ene dag sta je op en denk je, ja, eigenlijk was alles van de Beatles gewoon het beste. En dan moet je verder niet meer over hebben. En soms denk ik ook van, het is alleen maar Bowie vandaag. Dus die heeft gewoon alle beste songs gemaakt. Dus toen mij dit gevraagd werd, toen heb ik vijf liedjes uitgekozen die op dat moment dat ik dacht, ja, maar dit zijn gewoon echt de vijf beste tracks. Laten we beginnen, heel logisch, met de eerste. Track nummer 1. Welk liedje en waarom? Everything in its Right Place van Radiohead. Ik ben echt een groot fan. Ik kan me nog voorstellen, maar er is een tijd geweest dat er nog geen digitale muziek was, zeg maar. Dan had je gewoon nog cd's. En ik had altijd Kid A van Radiohead bij me. Omdat die plaat draaide ik zoveel, dat ik het gewoon vervelend vond als ik op reis was en ik kon die plaat niet luisteren. Dus ik had altijd een kopietje van me. En later gewoon op iPod of op je telefoon. Ik vind dat hele album is heel erg belangrijk voor mij. Ik hou heel erg van liedjes die op zichzelf een heel universum puur zijn, zeg maar. Of een gebouw misschien wel, waar je in kan wandelen. En de ene keer ga je dat gebouw in, ontdek je een kamer waar je een leuk feestje kan hebben. En de andere keer is er een kamer waar je wil neuken. En soms is er een kamer waar je gewoon even wil uithuilen. En een goed liedje heeft dat allemaal in zich. En dit liedje zeker. Textueel, het zijn denk ik maar drie echte zinnen die van belang zijn. Waarvan de eerste Everything in its Right Place. Dat is een soort herhaling en een soort dreun die maar door blijft gaan. Het is heel, er zit heel veel herhaling in. Ik vond Radiohead altijd al goed. En de bands zeker. En toen kwam natuurlijk OK Computer, wat echt zo mindblowing was. Op alle vlakken, zeg maar. In productie, qua songwriting, ook de videoclips die erbij kwamen. En toen is het helemaal geëxplodeerd met Radiohead, zeg maar, qua succes dan. En op persoonlijk vlak ging het volgens mij toen iets minder, zeker met Thom Yorke, na die periode. Waar ik me ook iets bij kan voorstellen. En toen kwam ineens Kid A en mensen kochten het blind. Want ze dachten, wow, de nieuwe Radiohead. En ik weet je, hoeveel mensen ik toen niet sprak, die zeiden van, gadverdam, wat is dit? En ik was meteen, ik dacht, wow, dit is precies nog die band. Alleen, ze hebben een ander palet gevonden. En ze maken nog steeds liedjes. Alleen, je moet ze misschien iets meer opzoeken. En het is, ik weet niet of het, zijn er überhaupt tracks van die plaat op radio gedraaid? Nauwelijks, denk ik. Daar niet heel veel. Geen echte hitsingles. Nee. Maar zoveel lagen en zoveel rijkheid in de geluiden die ze gebruikten. Maar ik vond ook de manier waarop Thom Yorke, en ik ben natuurlijk ook een zanger, hoe Thom Yorke ging zingen en wat ze met zijn stem uithaalde, vond ik heel tof. En ze hebben, ik moet wel eerlijk zeggen, heel erg geleund op die krautrock uit de jaren 70, de Duitse bandjes. Als Kan en Noi en zo. Dat is soms bijna, ja, ik noem het geïnspireerd, maar het is soms bijna gejat, maar wel echt heel goed gedaan. En voor mij is dit nog een van, dit is gewoon een van de belangrijkste platen voor mij ook. Omdat ik dacht van, je kunt wel proberen hele goede liedjes te schrijven. En het is gaaf ook als dat lukt. Maar er is nog veel meer te zeggen dan alleen een goede hoek en een goede compositie. De manier waarop je een stem vervormt, de manier waarop je een sfeer neerzet en eigenlijk gewoon heel repetitief maar 3-4 akkoorden blijft herhalen, wat natuurlijk heel erg uit de elektronische muziek vandaan komt. Dat is een hele interessante manier om in een soort mood te geraken en een eigen verhaal te vertellen.
Track nummer 2, de belangrijkste 5 liedjes uit jouw leven. En dat kan het leven van nu zijn. Het kan ook het leven zijn wat je, als je terugkijkt op, dat vond ik toen heel erg mooi. Hoe heb je de liedjes gekozen? Is het iets bijvoorbeeld wat je heel erg hebt meegenomen in de inspiratiebronnen voor de trilogie waar je nu mee bezig bent? Of is het een soort van overkoepelend beeld van jij als mens en alles wat je in de loop der jaren hebt meegenomen? Ja, nou, het volgende liedje wat ik heb uitgekozen is Heroes van David Bowie. Ja, daarmee heb ik misschien alleen willen zeggen hoe belangrijk Bowie is voor mij, ook als muzikant en als mens ook wel. En Heroes is toevallig een lied waar ik, bedoel, het is misschien wel zijn grootste hit, dat weet ik helemaal niet, maar wel vind ik zo'n interessante periode waarin hij dat opnam. Dat het album Heroes is ook het liedje. Het is het enige echt goede liedje wat op dat album staat. Verder is het heel veel geëxperimenteerd. Was in de tijd dat hij in Berlijn zat. En aan het zoeken was ook van, wat moet ik eigenlijk, wat wil ik eigenlijk verder? En ik vind, wat ik bij Bowie zo krachtig vind, is dat hij steeds weer zichzelf opnieuw uitvindt. En dat zijn teksten zo raak zijn. Hij heeft natuurlijk dit liedje geschreven met, nou ben ik zijn naam kwijt. Nou, god. Niet Iggy Pop, toch? Nee, Eno. Met Brian Eno, tuurlijk, met Brian Eno. Hij heeft het liedje geschreven met Brian Eno. En ik vind de teksten zo mooi. Ik ben ook echt ik hou heel erg van teksten. Daar zit ik ook lang op, zeg maar. En soms ontstaan ze terwijl je echt aan het muziek maken bent. Soms ontstaan ze pas achteraf. En soms heb je ook alvast een paar zinnen die je later ergens wel weer eens infietst, zeg maar. Maar wat ik zo knap vind is, en ik hou daar heel erg van, dat een pop tekst, zeg maar, van perspectief wisselt en van klein naar groot gaat. Dus heel klein, een meisje en een jongen zijn verliefd en zoenen elkaar bij de muur. En tegelijkertijd de spanning van die tijd en de spanning van dat er überhaupt een Berlijnse muur was en dat er Oost en West is. Dat er gevaar is van pistoolschoten en van bommen. Wat zeg maar zo'n liedje ook in de tijd zet. Dat vind ik heel erg knap als je dat op een goede manier weet te doen. En in die zin ben ik altijd wel jaloers op zijn teksten en de manier waarop hij dat doet. En Heroes, het is. Ik zat er nog over na te denken. In de keuze van de liedjes die ik maak, merk ik dat er iets heel positiefs in zit. Een soort oproep om. Maar tegelijkertijd zijn het vrij melancholische liedjes. En de bedding is zeg maar melancholie, maar de kern is iets heel hoopvols of zo. En ik hou altijd, wat dat betreft, ik ben ook een liefhebber van de herfstzon. Weet je, herfst is eigenlijk het hoogtepunt van de seizoenen, volgens mij. Maar het is tegelijkertijd het eind, weet je, in de winter is alles dood. In de herfst van je leven ook. Nou, dat, niet jij, maar dat is de uitdrukking. Ja, nee, no worries. Ja, nee, maar goed, in de herfst van je leven, maar dat heeft best wel een negatieve. Ja, ik zou het even een heel negatieve bijklank. Maar dat, volgens mij is het de herfst het hoogtepunt. En zeker als er een zonnige herfstdag, dan voel je gewoon het verval, maar tegelijkertijd schijnt die zon. En ik hou daar heel erg van als dat in kunst zit, ook in schilderkunst. En dat zit ook wel in heel veel muziek die ik mooi vind. Kijk je uit naar de herfst van je leven? Omdat het misschien een mix is van alle rijkdom die je in de loop van je leven hebt vergaard. Met het zonnetje erbij ook nog kunnen genieten daarvan. Ik noem maar wat. Ja, dat weet ik niet. Ik hou als de herfst van mijn leven betekent dat ik het wat rustiger aan zou moeten doen of zou doen, dan kijk ik daar niet naar uit. Nee, maar als laten we het inderdaad gooien op door je hele leven. Doe je ervaring op. Neem je kennis mee. Je bouwt aan je persoon. De winter is het dood, maar de herfst ben je er nog. En ja. Nou ja, wat ik net zei, als dat zonnetje erbij straalt, dan is het echt een prachtige dag. Want een mooie herfstdag, wat jij zegt, is fantastisch. Ja. Dus kijk jij uit naar eigenlijk een zo compleet mogelijk mens. Met alles wat je kunt meenemen in je leven. Alles wat je, waar je kunt op leunen van dit heb ik allemaal geleerd, meegemaakt. Kijk je uit naar de zo compleet mogelijke versie van jezelf? Ja, ik denk, als je het zo zegt, wel ja. Want ik denk, en dat heeft denk ik met
uiteindelijk lijkt het me gaaf als je wordt zoals het bedoeld is of zo. En dat duurt, bij sommige mensen gaat het misschien heel snel. Het lijkt me gaaf om op een gegeven moment, als je in de 70 bent of zo, te denken, oké, maar dit ben ik dus. En als ik ook zie, en dan kijk ik soms wel jaloers naar, ook architecten, maar schilderkunstenaars, maar ook bijvoorbeeld Leonard Cohen, die onlangs overleden is. Wat zij nog maken op die leeftijd en hoe recht, hoe zeg je, to the point ze zijn in wat ze maken. Zij weten, ze hebben al zoveel fouten gemaakt, ook in het schrijven van liedjes. Die zullen ze niet nog een keer maken. Dus, en dat geldt misschien voor het leven ook wel. Dus er komt een soort van rust en een soort wijsheid bij, waar ik soms wel eens jaloers op kan zijn. Aan de andere kant leer ik ook wel heel erg van, nu is gewoon nu en doe het gewoon. Van fouten zijn er nooit mindere liedjes ontstaan, zeg maar. De mooiste liedjes komen vaak voor uit ellende. Ook dat. Ik heb zelfs een tijd lang, dan gebeurt dat de laatste tijd. Ik weet eigenlijk niet waarom, maar als een snaar van een gitaar brak of zo, weet je wel, dan rende ik niet snel naar de winkel om nieuwe snaren te halen. Dan bleef ik gewoon op die kapotte gitaar liedjes schrijven, waardoor je gewoon gedwongen wordt om hele andere keuzes te maken. Dus er zit altijd iets heel, heel moois en iets heel goeds aan dingen die kapot gaan. Wauw. Even heel mooi gezegd. Track nummer 3 uit jouw 5 Essential Tracks. Ja, ik ben een enorme hip-hop liefhebber. En ik weet dat veel mensen weten dat niet van mij. Ik luister echt backstage ook eigenlijk alleen maar hip-hop. En zeker ook vlak voor de show. Yeah? Heb je een ultieme fired-up track? Nou, het is vaak wel de laatste tijd Beastie Boys. Maar goed, afgelopen week tijdens de tour stond Tribe Called Quest natuurlijk op non-stop. Maar ik ben de Run the Jewels bijvoorbeeld, vind ik echt fantastisch. Danny Brown. Maar ook The Roots. En ik dacht van, ik kies een track uit die ik heel mooi vind, maar dat zegt tegelijkertijd ook heel veel over mijn liefde voor hip-hop. Voor rauwe hip-hop, zeg maar, met echte instrumenten, dat vind ik toch wel het mooiste. Tuurlijk is het gaaf als je een compositie maakt en een strakke beat neerlegt met samples. Maar ik vind hip-hop die leeft en ademt, met veel soul en rock'n'roll er ook in. Mm-hmm. Daar ga ik altijd heel erg van nat. Dat vind ik echt fantastisch. En Singing Man is ook, want daar gaat het om die track. Dat is van een album uit 2008, denk ik. Dat is ook weer een lied met zoveel pijn en woede eigenlijk. Wat uiteindelijk steeds in een refreintje wat gezongen wordt, oproept aan de zangers en aan de zangeressen om gewoon weer te zingen. En ons gewoon te vertroosten met een mooi lied. En misschien wel, dat zegt het lied niet zelf, maar misschien wel te vertellen dat het weer goed komt. Sing a song, sing a man. Sing a song, sing a man. Sing another song, sing a man. Sing another song, sing a man. Ik denk dat muziek heel erg als een soort, ja, dat klinkt wel heel klef, maar als een soort zalf soms kan werken als er een open wond is, zeg maar, om het even tot rust te brengen. En zo werkt muziek voor mij in ieder geval wel. En in dit lied ook, waarin drie MC's eigenlijk los van elkaar vertellen over de hardheid van het leven op straat en het gedoe en de armoede en de dood die altijd op de loer ligt. Steeds maar weer de oproep aan de Singing Man om weer een nieuw lied te zingen. En in een nieuw lied zit weer een nieuwe kans of zo. Dus ben je van bewust dat jij ook die rol vervult voor mensen? Je haalt nu aan dat muziek kan zalvend zijn. Dat kan je vanuit je eigen perspectief zien. Maar jij maakt ook muziek. Je hebt al heel veel muziek gemaakt. Jij kan dus ook, nou, neem maar een punt, dat is al zo, hebt ook die zalvende functie voor andere mensen. Ben je daarvan bewust als op het moment dat jij een nummer opneemt? Ik ben me er niet van bewust als ik schrijf of opneem. Dan heeft het misschien zelfs die functie voor mezelf wel. En, want dat klinkt altijd, ik probeer dat altijd goed uit te leggen. Want het is niet, dat is niet respectloos naar mijn fans of luisteraars. Maar ik schrijf en maak muziek toch in eerste instantie voor mezelf. Het is voor mij een het vehikel om je te uiten en om een verhaal te vertellen. Maar ik weet dat het zo werkt voor anderen. En dat heb ik ook, ik bedoel,
zo vaak gehoord. En bij sommige albums is dat wat meer dan bij de andere. Bij sommige albums merk je dat mensen vooral dat opzetten bij een feestje. En de andere misschien wel zelfs bij een begrafenis. Dus ik hoor heel veel reacties. En het mooiste is als je in een zaal zit te spelen en je ziet mensen. En dat heb ik een paar keer echt zo bewust gezien. Dat ik tijdens een lied aan de ene kant iemand zie huilen. Aan de andere kant twee mensen enorm geil zie tongen. En in het midden nog iemand zie dansen, weet je wel. En dan denk ik, ja, maar dat is gaaf als muziek, als dat het is. En als mijn liedjes op die manier een soort soundtrack voor iemand kunnen zijn. Op dat soort momenten ben ik daar wel bewust van. Heel klein zijspoor. Zie jij voor je dat je ooit eens hip-hop echt incorporeert in je eigen nummers? Ik denk heel veel terug. Ik lees nu echt heel veel over de 25e verjaardag van Out of Time van R.E.M. Die voor die tijd, voor de band die zij waren, echt een heel gedurfde stap namen om KRS-One op een nummer mee te laten doen. Op het openingsnummer notabene. Is dat iets wat jij ook overweegt? Misschien al een keer hebt geprobeerd? Of wat we kunnen gaan verwachten? Nou, ik denk er wel vaak aan, van hoe zou dat werken? Net als dat ik wel eens nadenk over hoe zou het werken als ik in het Nederlands zou zingen. Maar ik heb dat dan nooit echt aangedurfd of misschien nog nooit echt de juiste ingang gevonden om dat te doen. Ik denk ook dat het iets is wat op een natuurlijke wijze moet ontstaan. En niet geforceerd, al lachen of tof, ik hou daarvan, dus we gaan het erbij zoeken. Maar ik sluit zeker niet uit dat het kan. Zeker als je naar bands als The Roots kijkt. En dat kan zeker. Ik zou het misschien nu, zoals je het nu stelt, zou ik het eerder misschien andersom hopen of denken. Dat je denkt, er is misschien ergens een hip-hop crew die denkt, oh, we lachen, we vragen de blauwtzoen erbij om wat te zingen. Voor de singing man role. Voor de singing man role, ja. Het zijn de 5 essential tracks van Blauwtzoen. En we zijn aangekomen bij jouw vierde liedje uit de lijst. Bijna toegekomen aan de laatste. En dan, volgens mij is dat ook een van de moeilijkste punten in zo'n lijst. Dat je dan echt moet gaan schrappen, ja, die wel, die niet, die wel, die niet. Maar eerst nummer 4. Ja, track nummer 4 is Number 13 Baby van Pixies. Pixies is eigenlijk een beetje de, als je het echt rauw en eerlijk wil hebben, dan is het Pixies voor mij. Dat is, ik vind, de teksten gaan heel vaak nergens over. Komen wel ergens vandaan. Maar meestal is het gewoon geschreven met een hoop jointjes en een hoop drugsgebruik. Wat te gek werkt als je liedjes schrijft. Volgens mij gaat het liedje daar ook half over. Mm-hmm. Over een gewoon mooi Puerto Ricaans meisje. Nummer 13 is in Latijns-Amerikaanse landen vaak een geluksgetal. Okay. Maar het staat ook, de 13 hebben veel dopeheads getatoeëerd, omdat het ook de letter M is van marihuana. Frank Black is gewoon een enorme dopehead. Dat wist in E snap ik een stukje lyric van Pretty Fly for a White Guy. The drew 13, he asked the 13, but I drew a 31. Ja, yeah, she got a tattooed number. She got a tattooed tit. Number 13. Dat zingt Frank Black ook. Dus dat is gewoon, in die landen is dat vaak wel een uiting van de liefde voor. Zeg maar. Muzikaal gezien, ik kan me een documentaire volgens mij herinneren over Nirvana. Dat ze zeker Smells Like Teen Spirit, dat Kurt Cobain het eigenlijk niet uit wilde brengen, omdat het te veel een blatant rip-off was van het Pixies geluid. Het harde refrein, het zachte couplet, hard zacht. Is dat muzikaal gezien ook voor jou een haakje, een invloed? Nou, ik vind wel wat er in de... Kijk, eigenlijk zijn zij een grote inspiratiebron geweest voor heel veel grunge en gitaarbands uit de jaren 90. En later ook. En zeker het afwisselen in dynamiek. En dan weer snoeihard en dan weer klein. En Kurt Cobain, ik heb hem ook wel eens horen zeggen ergens, dat zijn streven was om eigenlijk elke Nirvana-song moest gewoon een Pixies-song kunnen zijn. En dat hoor je ook. Alleen Nirvana heeft er heel veel succes mee gehad. En Pixies iets minder. Ja. Mainstream dan. Maar waarom ik die track nummer 13 Baby ook zo gaaf vind, is door het eind. Die gitaarsolo, die ik niet kan spelen trouwens.
Maar dat gaat zo lang door. En het is zo'n vet outro wat maar doorgaat en doorgaat. Heel veel bands hebben dat later nog wel gekopieerd. De Deers en Deus met Instant Street. Ook een fantastische solo in. Maar dat is heel erg geënt allemaal op deze solo. Eigenlijk wat een... Ja, wat gewoon een outrootje is, wat acht maten kan duren. Daar hebben zij 64 maten voor gemaakt. En het gaat me door. En als je daar. Ik heb wel eens gehad dat ik een uur in de auto zat. Ik weet niet waar naartoe. En dat deze song gewoon constant. Gewoon, en dan nog een keer. En nog een keer. Het is gewoon. Er zit zo'n rauwe energie in die ik heel prettig vind of zo. En. Nou, daarnaast hebben ze nog veel meer mooie liedjes geschreven. Maar ik vind, als ik er één moet kiezen, dan is dit het wel voor mij. We zijn aangekomen bij het slotstuk. Five Essential Tracks, track nummer 5. Hierna moest je waarschijnlijk nog een hele rits aan titels toch echt onder de lijn schrappen. Maar eentje heeft de cut gemaakt en dat is... Ja, ik vind gewoon dat één van die 5 tracks moet van het album Histoire de Melody Nelson komen. Dat is een van mijn favoriete albums. Dat is een album van Serge Gainsbourg. Dat hij samen met een producer maakte die eigenlijk de hele plaat in de stijgers heeft gezet. Qua sound, qua arrangementen. Hele grote inspiratiebron ook voor Beck en voor Air bijvoorbeeld. Dat zijn bijna, ja, die hebben bijna die sounds compleet gejat en op hun albums gebruikt. Het is een hele mooie plaat. Ik vind alles aan die plaat is gaaf. De hoes al. Ik denk iets van 10 kopieën ervan. Omdat de kleur blauw van die hoes, die wisselt nog wel eens per print. En soms is die wat echt helblauw. Soms is die wat groener. Maar het is heel, ja, ik heb daar een soort van rare tik, tik aan overgehouden. En Jane Birkin, wat destijds vriendinnetje was van Serge, die staat op de voorkant net iets te jong, weet je wel. Ontbloot borsten, maar daar zit dan een knuffel voor. Of daar heeft ze armen voor. Volgens mij was ze ook zwanger van hun dochter. Van ze die teddy, of die knuffel voor haar lichaam houdt. Maar het is zo'n prachtig verhaal. En het is iets wat je eigenlijk met je ogen dicht moet luisteren. En die stem van Serge, hij zingt niet alleen maar, vertelt heel veel. En zijn stem is zo krachtig. En bijna, het heeft iets betoverends of zo. En dan dat in combinatie met hele catchy drums. En een beetje hippie-achtige rockgitaartjes. Want het is allemaal heel dun en ielig. Maar en dan komt er ineens dat bombast van het orkest bij. Wat het ineens heel sprookjesachtig maakt. Het verhaal is best wel verder van die plaat, best wel. Het past heel erg in die tijd, weet je wel. Een man in de 30 die een veel te jong meisje aanrijdt op de fiets. Maar niet dood, maar neemt hem mee en ontstaat wat. En. Ik weet niet of je zo'n plaat nu nog zonder schaamte zou kunnen uitbrengen. Maar toen was het vrij normaal, zeker in Frankrijk. Ja. En uiteindelijk beleefde hij een amoureuze tijd met haar. Een petit animal. Heb je dit album ooit leren kennen, joh? Want dat is ook wel qua tijd voor jouw actieve muziekluistertijd. Nee, zeker. Maar dat is wel vaak met goede muziek. Kijk, ik ben wel echt een muziekjunk. Maar dat betekent niet dat ik alleen maar met nieuwe muziek bezig ben. Ook wel. Ik wil graag weten. Ik bedoel, als Justice een nieuw album heeft, wil ik het ook meteen checken. Maar er is zoveel in de oudheid nog te ontdekken wat je niet kent. En ik denk dat ik dit... toen ik ooit journalistiek studeerde, dat is juist de tijd dat je allemaal nieuwe dingen leert waarvan je denkt, wat is dat? En dan zo leer je dat kennen. Ja. En weet je nog, heeft iemand jou aangedragen? Je moet dit album moet je eens gaan beluisteren. Want het is ook niet iets wat meteen dan vooraan staat in de lijstjes. Voor mijn gevoel van must-hears. Het is niet obscuur, maar het is, hoe zou ik het zeggen? Het is ook niet misschien de meest voor de hand liggende titel. Nee, ik daar heel erg naast. Ja, ik weet het niet. Mag je zeggen? Nee, ik weet het gewoon niet. Omdat ik vind, ik ben helemaal niet per se een groot fan van Serge Gainsbourg. Maar wel van dit album. Hij heeft nog een album met dezezelfde producer gemaakt. Ik ben zijn naam even kwijt. Maar die,
Dat vind ik ook heel goed. Maar verder heeft hij natuurlijk ook een hele hoop bagger gemaakt. En ook heel veel liedjes van anderen. Van Nachtold. En nog een hele reggae-periode gehad. Waar ik ook echt waar ik niks mee kan. Maar deze plaat is zo krachtig. En zo mooi en rijk gearrangeerd. Ja, dat is gewoon echt een genot. En ik zet die plaat denk ik elke maand wel twee keer op of zo. Maar dan wel in zijn geheel. Dan moet je niet alleen A-melodie of... Je moet ze dan wel allemaal even achter elkaar luisteren.